Hi, Robin hier en welkom bij alweer de vierde aflevering van Robbers Moltok. Allereerst voordat we gaan beginnen wil ik ja, een soort van een kleine excuses aanbieden dat deze aflevering iets later is uh, dan normaal. Dit weekend uh, had ik wat andere privéomstandigheden waardoor ik uh, de video niet eerder kon maken. En nu we dat hebben gehad, kan ik gerust uh, zeggen: wat een einde van de aflevering. Maar nu de meest uh, verdachte kandidaat Arno het spel moest verlaten. Ik. Uh, Eigenlijk tijdens de afleveringen vrij weinig hoogte van hem krijgen, maar ja, ik had stiekem wel de hoop dat hij verder zou komen dan dit, maar helaas, het mocht niet zo zijn. En dan is het ook alweer tijd om de vierde aflevering van Wie is de Mol te bespreken. De opdrachten waren deze keer ook gebaseerd op vertrouwen, maar ook op spreken en onthouden. In ieder geval gaan we beginnen met de aflevering, voordat ik ga instemmen met de stemmen die mij in hun tunnelvisie drukken. Te beginnen natuurlijk met de titel van de aflevering, genaamd Stemmen. Hier kan natuurlijk buiten wie is de mol worden gedacht aan Kim Lian. Zij heeft ook stemmen ingesproken voor series en films. Tevens ook Letitia, omdat zij operazangeres is. Verder hebben we Freesia, die stemt dat de mol samenwerkte met Freesia. En als ik die groene vrijstelling inlever, dan kan ik wel denken dat ik op het juiste spoor zit. Maar dat zit ik dan niet. Nu vind ik dit wel een hele lastige, aangezien ze niet op zichzelf stemt. Als Mol zijnde, maar dat ze samenwerken met de Mol, dus in dit verhaal Evan. Ik vind het dan ook niet direct een hint richting Frezia. Wat ik wel als hint richting Fresia zou kunnen zien, is dat de Mol een stem heeft gekregen in deze aflevering. De voorgaande afleveringen waren genaamd niet nietszeggend en zwijgen, en daar zei Frezia niets tot nauwelijks iets. En ze wilde deze aflevering meespreken ofwel haar stem laten horen. Dan de titel van opdracht 1 is luidsprekers. Waar hij 2000 euro gewonnen kon worden. maar ze uiteindelijk maar 134 en zelfs door ik afgerond naar 150 euro. hebben gewonnen voor de pot. Ja, zoals altijd zijn er wat opvallende momenten tijdens de opdrachten. dus die gaan we ook bespreken. We beginnen met Letitia. Zij had het bedrag niet onthouden. en zo kon ze dus 296 euro uit de pot houden. 296! Ik heb wel een bedrag gehoord, maar. Niet onthouden, want ik was met mijn liedje bezig. Ze heeft alles gevisualiseerd en het lijkt mij dan ook vrij sterk dat je zoiets kan vergeten. Voor mij wel een hint richting Letitia als mol zijnde. En ook om de verdenking een beetje richting Hila te laten gaan, heeft zij dit hardop uitgesproken. Ik ben de mol. Het zou dan ook wel daadwerkelijk een steun zijn als zij de mol blijkt te zijn en dat niemand dit door Wat voor mij ook opvallend was, was dat Fresia als enige haar bord zichtbaar had met een merendeel van de tijd. Het MOL logo zichtbaar. Wellicht een hint om in gedachten te houden. Dan opdracht 2, ook al hoog spelspelen genoemd. Een opdracht waar 2000 euro of jokers gewonnen konden worden. Uiteindelijk is er maar 500 van de 750 euro in de pot bijgekomen en 8 jokers. Dit was wel de meest bizarre opdracht om te zien. Vooral het einde van deze opdracht. En dan doel ik natuurlijk vooral op Kim Nian: Waarom zou zij 250 euro achterhouden? Om te kijken hoe mensen daarop reageren. En die 250 euro van mij die brandt gewoon in mijn zak. En ik denk oké okay, nu, nu of nooit. En ik denk nee ik doe het niet. In aflevering 1 heeft ze al 100 euro achtergehouden. En nu weer 250 euro. Ik vraag me echt af wat ze ermee wil bereiken naast de boze reacties. En dat, dat de kandidaten elkaar steeds meer gaan wantrouwen. En daarbij lijkt het ook wel dat Hila een soort van een bondje had met Kim Lian. Aangezien zij ook wist dat 250 euro miste. Belangrijk eh, daarom ook om Hila een beetje in de gaten te houden. En dan eh, is het alweer tijd voor de laatste opdracht genaamd huishouden of huis onthouden. Ze konden hier een 2000 euro verdienen, maar uiteindelijk was het maar 1100 euro. En ik moet zeggen, ondanks dat er een hoop gebeurde, dat vooral Vesia en ze heel enorm verdacht gemaakt werden. En ook dat Freesia de schuld op Sahil wilde afschuiven. Ja, ik had dat heel graag willen leren en jij? Ja, ik ook. Ik, maar ik. Het is natuurlijk weer heel makkelijk om te zeggen: ja, we hadden kunnen studeren, maar Sahil dacht niet dat het nodig was, terwijl andere teams wel hebben gestudeerd. Het maakt mij juist Freesia meer verdacht dan Sahil door deze opmerkingen. En wat mij ook opviel en dat heb ik ook niet echt direct ergens teruggezien. Het volgende fragment. We hadden zo duidelijk gehoord dat er een rode bank was. Ja, en er was geen rode bank. Er was er allebei beige. Dus dat moet ook um, ja, een verschil zijn. Nou, zoals je net zag, gaf hij aan dat hij de rode banken miste. En dat was wel een hele vreemde situatie. Want ik heb het zelf ook nog even terug zitten kijken. En daar bleek gewoon dat ze daar zeiden: beige banken. Voor dat witte gordijn staat beige bank. Het zou kunnen zijn dat de productie een stuk eruit heeft geknipt. Maar dat houdt dan ook in dat Hila hierdoor meer verdacht wordt en Evren minder. Maar als de productie er niets uit heeft geknipt, dan maakt het juist Evren heel veel meer verdacht. Maar dan zitten we ook gelijk met het volgende punt. Waarom zou je juist alles zo duidelijk aangeven met de tijden die op de klok staan? Dus het is een beetje een. een het is wel een hint, maar niet direct een hint als mol zijnde. Ja, verder was deze opdracht vrij moeilijk om te analyseren. Dus gaan we lekker door naar de executie en afsluiting van deze aflevering. Ja, de executie aan zich was niet heel bijzonder, behalve natuurlijk dat Arno het spel moest verlaten, wat inhoudt dat als Ever de mol is, er 5000 euro uit de pot gaat aan het einde van het seizoen. Tevens wat ook bijzonder was, was dat Hila en Letitia nul keer werden verdacht. En de overige kandidaten twee of drie keer. Dan is de tijd aangebroken om mijn verdenkingen te noemen. Vorige week heb ik natuurlijk mijn lijstje van mogelijke mollen behoorlijk veranderd. En ik denk nu ook wel dat ik daarvoor bijgebleven Met natuurlijk één persoon die af is gevallen. Voor mij in ieder geval nog niet uit spel. Wat inhoudt dat voor nu mijn verdachten zijn: Hila, Frezia of Everin? Siel is gedurende vier afleveringen in totaal 19 keer verdacht. Nou ja, dan mag die van mij wel afgestreept worden. En hetzelfde geldt een beetje voor Kim, Jan en Thomas. Daarnaast gaat er ook een afbeelding rond van de thermometer. Wat erop zou duiden dat de komende aflevering Thomas en Letizia zullen afvallen. Aangezien deze aflevering Arno het spel heeft moeten verlaten. En voor meer informatie verwijs ik je dan ook door naar de Instagram pagina van de thermometer. En uh, dat is ook uh, waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je het hebt gedaan laat dan een like achter. En uh, vergeet niet te abonneren. Als u bent geabonneerd, vergeet dan ook niet het belletje aan te zetten. Zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik van nu. Uh, later.